Afscheid Lisbeth Lis was in zeer kleine kring. List is afgelopen zaterdag gekrumeerd. De plechtigheid was in zeer kleine kring. Nadere details wil de familie niet delen, meldt een zegsman van de nabestaanden. De zangeres en actrice overleed woensdag op 78-jarige leeftijd in haar slaap. De familie denkt nog na over vorm en inhoud van een herdenkingsplechtigheid voor List. Intimie en collega's van Liesbeth List krijgen zeker de mogelijkheid de zangeres te herdenken. Of ook het publiek de mogelijkheid krijgt de chansonnerken te herdenken is nog niet besloten, zei de woordvoerder van de familie. Wanneer een bijeenkomst plaatsvindt, hangt af van het verloop van de coronacrisis. De familie wil het het liefst zo snel mogelijk doen. Maar vanwege de uitbraak van het longvirus mogen voorlopig geen grote groepen mensen bijeenkomen.